Hey mensen van Dagelijkse D, gegroet. Hier spreekt Koning Malino. Nee, hallo. Ik ben samen met Kai, met Isaac. Natuurlijk ben ik hier geen Koning Malino. Maar wij gaan Mind Z doen. Mind Z. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ook. Lekker veel leuke afleveringen hoop ik te zien. Als we niet meteen doodgaan. Mm-hmm. En als eerste. Wij staan namelijk helemaal linksonder in de map. We hebben elkaar even lekker snel opgezocht. Gaan we naar The Lost Castle. Hé, hey, kon je zo dichtbij, man? Ik hoorde niet zo goed. The Lost Castles, inderdaad, mensen. Ja, en ik heb geen waypoint reisminimap ding. Jij wel? Ja, dat wou ik net zeggen. Volg mij, want ik volg een balletje. Oké, okay, jij volgt het balletje. Ik volg dan jou. Maar ik volg dan nu ook een balletje, want jij bent mijn balletje in dit geval. Balletje, balletje. Maar je bent ook zo dik als een balletje, dus dat scheelt. Blijf vannacht bij mij. Wacht, dat klopt niet. Je kan niet zeggen, je kan niet van iets dat een verkleinwoord is, dus een tje, kun je niet zeggen dat iets dik is, want het is al klein. Jawel. Hoezo? Dan moet ik wel dikkertje. Ja, dat is toch zo. Ja, dat is een goeie. Outplayed. Hey, we komen toch wel langs die ene farm, dus dan kunnen we er net zo goed kijken, toch? Dikkertje. Je hebt toch ook een ding? Dikkertje dap. Zat op de trap. Oh, dit is Grimdale? Morgens vroeg om 7:15 heeft Dikkertje dap de eierkoeken gegeten. Dag eraf. Gehoord. Zij Dikkertje dap. Ik weet het niet, dat was een liedje van mijn jeugd. Ken je hem niet? Hier ligt een hopper. Oh, dat is een poep ding natuurlijk. Oh ja, negeert mijn hele lied gewoon. Ja, ik ken dat hele lied helemaal niet. Ik heb geen flauw idee wat je lul wou. Oh, kut man, sorry. Ik ken alleen dat stukje Dikkertje dap op de trap. Dat zong je dan nog net, want ik was niet even... Ja, ik zong Dikkertje dap op de trap. Oké. Okay. Oh, ik heb 1 meloen en 1 wheat. Ja, Milan die legt het weer niet uit, want die snapt het niet. Wat wij hebben voor de opnames hebben besproken, dat het geen grapjas gebeuren wordt. Wij gaan Mind Z gaan wij ownen vandaag. No mercy. Ik ben Isaac met rode ogen en Milan is de koning die net zichzelf mee voorstelde. En we gaan gewoon, op het moment dat iemand ons niet aanstaat en hij heeft wat leuke gear en we kunnen hem wel aan, dan gaan we gewoon killen en de gear jatten en dat soort shit. We gaan gewoon Mind Z compleet ownen. Ja, tenminste, dat is wel de bedoeling. Wij gaan het in ieder geval serieus aanpakken. Net zoals dat de Mind Z afleveringen voor de mensen die het hebben gezien op DDG. Dus David Games. Daar gaan we gewoon. Daar ging David heel serieus. En nu gaan wij met z'n tweeën heel serieus te proberen. Serieus. Natuurlijk ouwehoeren we wel. Het is niet alleen maar. Hey, Kai, geef acht! Ja, sergeant! We gaan wel gewoon onszelf blijven, maar als we een enemy tegenkomen, dan proberen we dat wel zo tactisch mogelijk aan te pakken. En ook met stuff natuurlijk. Ik bedoel, we gaan niet te veel risico's nemen, denk ik. Nee, dat gaan we niet. We gaan verstandig en effectief te werk. Als één iemand de chest pakt, hadden we ook een tactiek dat de ander gaat kijken om hem heen ofzo. Oh, die hadden we. Of had ik die? We? Ik. Hoezo? Ik had bedacht dat als bijvoorbeeld... Hey. Maar ga verder. Dat is je vader, ouwe. Je kilt je vader. Je geeft tenminste mij wat vlees. ook privé? Nou, oké, nee, wacht. Bas, what the fuck, man? Ja, sorry. nee, ik zei van, als we dan bijvoorbeeld iemand hebben vermoord... niet zo snel lopen, ouwe. Wat? Als we iemand hebben vermoord, dan gaat de ene gaat loot pakken van diegene. En die gaat alles zeg maar een beetje controleren en sorteren. En de ander die houdt dan een beetje in de gaten of er niet misschien een andere persoon, vijand, aanwezig is ergens in die omgeving. Ja. Dat is wel even belangrijk. Ik denk dat ik nu al kan vertellen dat het niet gaat gebeuren. Want op het moment dat wij de eerste chest tegenkomen... We willen allebei kijken wat erin zit. Nee, jij mag van mij. We kunnen elkaar wel taken geven om het makkelijker te maken. Zodat we geen vergissingen maken. Misschien is dat wel makkelijk. Oké. Okay. Dat vind ik goed. Ja? Oké, okay, dan. Ik doe alles, punt. En ik ga kijken hoe jij alles doet. Oh,
I should probably find water. Nee, ik denk dat we verdelen het wel gewoon. Je moet drinken, Milan. Nee hoor, ik heb nog 12. Hoe kan dat? Ik heb gedronken voor de opname. Oh ja, ik vulde mijn water zelfs bij voor de opname. Oh ja, slim. Ik had net ook in mijn broek geplast.